Ik zal hem even afzetten. Van harte welkom, beste kijkers. Ik praat ook een stuk makkelijker zonder mondkapje, want ja, je bent tegenwoordig niet meer te verstaan met een mondkapje. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb van de week al 3 keer bij de Albert Heijn te veel afgerekend, omdat ik niet verstond wat de cashier zei. Dus heb ik nog een probleem. Mijn bril slaat aan als ik ergens binnenkom, dus ik reken niet alleen te veel af, ik neem ook het verkeerde mee naar huis. Sterker nog, ik ben vorige week zelfs een keer thuis gekomen met de verkeerde vrouw, kun je nagaan. Goed, we slaan een beetje door. Ik werd gisteren zelfs aangehouden door een vrouwelijke politieagent. Die doet haar raampje open, ze zegt zonder mondkapje, €50. Ik zeg, prima, stap maar in. Dit niveau gaan we een klein beetje aanhouden, beste mensen. Hè? Nogmaals, welkom bij het Keienbijters kletsverhaal. Geen kletstoernooi, zoals we ieder jaar gewend zijn. Het zou dit keer de 58e editie zijn. Maar ja, dat maakt geen zak uit, want ik zou dit jaar toch niet meedoen. Schitterende tijd. Het heeft wel iets. Ontelbare huwelijken staan op springen. Mocht je toevallig nog single zijn, heb nog even geduld. Want jouw ware liefde is nu waarschijnlijk bezig met het invullen van de scheidingspapieren. Fantastische tijd. Fantastische tijd. Wie zit er nou op kei bij het kletstoernooi te wachten? Toch? Iedereen. Serieus, wij Tompraten zitten al een jaar thuis. En, geloof me, wij worden er thuis niet grappiger op. En toch hebben de Keienbijters 14 Tompraters zo gek gekregen om tegen een muur wat grappiger staan te maken. En de eerste die ze zo gek hebben gekregen is Peter van der Maas. Die ga ik nu voor jullie aankondigen. Peter van der Maas uit Hilvarenbeek, beste mensen. Een man die snel afgeleid raakt door mensen die snel zijn afgeleid. Iemand die vindt dat ze voor snollebolletjes wel opnieuw de dienstplicht in mogen voeren. En na zijn dood heeft hij nog maar 1 wens. De heilige maagd Maria vol op de bek pakken. Hij is hier. Maak een applaus. Vriend Peter van der Maas als Peerke Safari. Ja, dus dan rij ik in die bus en daar zit vol met volk. Die hebben allerlei vragen natuurlijk over de busjes en ik ken ze allemaal. Ik weet er ook alles van, ik vertel er van alles over. Dan heb ik leuke raadseltjes. Hè. Dan zeg ik bijvoorbeeld, welk busje bestuiven 75% uit wol? Nou, dat is een wolf. Hoe maakt de 2 keeper dan elkaar vast? Ja, 2 keeper aan elkaar vaas maken. Dat doen we met de bouten, want die zitten er altijd bij. Leveren ze mee, ik weet van alles. En soms stellen ze mij nog zo'n stomme vraag, weet je niet. Dan zeggen ze, chauffeur, hè, dan ga je ook een amfibie in de bus. Ik zeg, nee, maar wel een gangpad. Dus. Nou, alles weet ik ervan. En ik weet ook waar de busjes vandaan komen. Ik weet ze allemaal te wonen, ik weet hoe ze hieten. En als ik sneak in, dan spiek ik wel stiekem op het bordje. Hè. Lest zaakt en een hek is nat. En hier als hek weer het oorschot. Afrikaanse olifanten, die bijvoorbeeld, die komen uit Afrika. De Siberische tijgers, die komen uit Siberië. De Canadese eland, die komt uit Eland. Ik zit er nog bij, hè? Ik ken ze echt allemaal. En dan vraag ik bijvoorbeeld, zeg chauffeur, heb je wel eens ooit een antiloop aangereden? Ik zeg, nee, ik heb wel ooit 2 reën aangelopen. Nee, maar het is echt, de dierenwereld is echt prachtig, dierenwereld is schitterend. Ik kan ze ook imiteren als ik ze wil, dus... Dat kan ik. En dat ga ik trouwens ook doen, ook, maar nou zijn we toch hier. En ik ga speciaal voor jullie mensen televisie kijken in Brabant beginnen met de imitatie van een zieke kiep. Doe ik altijd met een groene ballon. Uiterste concentratie, alsjeblieft. De zieke kiep. Die is ziek, jongen. Dood. De volgende imitatie die ik voor jullie wil brengen is de imitatie van een zeeleeuw met astma. Komt ie aan, hè? Oh.
De derde imitatie is de imitatie van een spitsmuis. Mijn klaplong. Klaplong, hè? Ja! Nou, daar zitten nog veel dierenwijsheid. Daar heb ik wel spreuken van gemaakt. Daar wil ik mee afsluiten. Spreuk 1 komt altijd uit. Let op. Hebben twee bulten als een kameel, dan beweeg je te weinig of je fret te veel. Heb je koppijn of zie je een beetje wit? Ga dan maar eens kijken of er een olifant op je wersen zit. En de derde spreuk komt ook altijd uit. Als een leeuw op een been afbijt, ben ook één van uw schoenen kwijt. Hallo! Dat was Peter van der Maas. Beste kijkers, normaal gesproken is het geen pretje om te moeten aftrappen. Maar nu maakt het allemaal geen zak uit. Ook dat is weer het voordeel van corona. Heerlijk! Beste mensen, wat is het toch een nutteloze, saaie tijd momenteel. Hè? Thuiswerken, binnenzitten. Om gek van te worden, want iedereen, hè? Echt iedereen, zelfs Floortje bleef thuis. Kun je nagaan. Ik zag mijn overbuurman, een bekende inbreker in de Raamsdonksfeer, die was zijn eigen voordeur aan het forceren. Ik vroeg waarom het je dat deed. Hij zei, ja, thuiswerk. Ja, ik ben nu gewend om iedere ochtend naar mijn werk te fietsen, hè? Maar nu ik thuis werk, heb ik een home trainer. Want we zaten in november zaten met ons gezin al 4 weken in quarantaine. Ik zeg tegen mijn vrouw, hoor het onderhand niet eens tijd voor seks. Ze zegt niks ervan, je blijft nog een paar weken thuis. Ja, mijn vrouw werkt ook thuis. Mijn vrouw werkt thuis, hè. En dankzij het thuiswerken dacht ik, er komt eigenlijk een droom uit, hè? Seks op het werk, maar mooi niet. In plaats daarvan kwam ze thuis met 100 rollen wc-papier. Ik zei, als je nog wat eten gehamsterd had, hadden we ook nog wat te scheiden gehad. Maar goed, we gaan verder met het volgende kletser, Joep de Wild. Als we Peter van der Maas al een echte traditionele tompraten mogen noemen, dan Joep de Wild helemaal niet. Joep doet namelijk maar wat. Hij doet zo, maakt er maar geen zak uit. Hij is regerend kampioen. De laatste winnaar van het kleibijtskletstoernooi. Dus dit jaar heeft hij de zilveren naaikap gewoon nou, uit een bos staan. Die kan gewoon blijven staan. En als het toernooi volgend jaar wederom weer niet doorgaat, dan mag je hem gewoon houden. Nee. Want zo zijn de regels bij de kleibijts. Hier is mijn kameraad Joep de Wild als de kleinzoon. Ja, ik heb dus een groot deel van mijn leven bij mijn opa en oma gewoond. Ik heb zelf nogal een moeilijke jeugd gehad. Mijn ouders zijn namelijk nooit gescheiden. Ja, dan hoor je als kind tegenwoordig natuurlijk al niet meer echt bij. Maar het is een sneuwe tijd voor mijn opa. Het is een sneuwe tijd. Mijn opa natuurlijk, ja, risicogroep. Hè? En daarom ben ik ook zo blij dat hij eindelijk vanavond weer eens een keer naar buiten mag om de boel hier aan elkaar te praten. Ja, super. En ook leuk dat het verzorgingstehuis er ook bij is. Ik zie dat jullie allemaal Zoom hebben weten op te starten. Super knap, ook dank aan de begeleiding. Hey? Super goed hoor. Ja, ik heb veel meegekregen van mijn opa. Veel meegekregen. Zo heb ik vroeger altijd gedacht dat Herman van Veen, dat de leadzanger was van de Bee Gees. Ja, dat moet ik misschien even uitleggen. Dat komt zo, mijn oma was enorm fan van Herman van Veen. En die stond altijd in de keuken te koken. En dan zong ze altijd liedjes van Herman van Veen. Maar mijn opa, die had een stereotoren en die zat in de woonkamer. Dus mijn opa die kon die stereotoren harder zetten. En ik sliep daarboven met zo'n houten plafonnetje maar ertussen. Dus ik hoorde boven mijn slaapkamer, hoorde ik altijd die twee dingen door elkaar. En daarom heb ik dus altijd heel mijn leven gedacht dat Herman van Veen de leadzanger was van de Bee Gees. Vroeger stond mijn oma in de keuken heel alleen. En keek ze soms vanuit de keuken naar mijn opa heen. En ze zag hoe hij daar in de kamer zat. Terwijl ze stond te koken, zong ze wat. Hilversum 3 bestond nog niet. Maar mijn oma had haar eigen stem. Van Herman van Veen zong zij ieder lied. Mijn opa niet, hij haatte hem.
Mijn opa pakte toen heel vaak zijn stereo. En want dat zingen van mijn oma vond hij maar zo. Hij hoorde toen en niet meer wat mijn oma zong. Omdat zijn stereo veel harder kon. Hilversum 3 bestond na... Maar mijn oma had... Herman van Veen zong zij er niet. Mijn opa niet, hij haatte hem. Oké, okay, nu mag ik het hele verzorgingstehuis meedoen. Als je de handen niet zo hoog krijgt, vraag even aan je begeleiding. Om je te helpen. I'm the warmest man, a long time ago. The music's loud and women's warm. I've been kicked around since I was born. No, it's alright, and it's okay. And you might live the other way. And you can try to understand. The New York Times are batting man. But you're a matter of what they are about it. Stay in the life, stay in the life. I feel city breaking and everybody's shaking. Stay in the life, stay in the life. Blauwe plekken van jou, blauwe plekken van jou. Stedelijk, stedelijk. Stedelijk. Dank u wel. En dan moet ik even denken aan een oom van mij die onlangs werd getroffen door een hartstilstand. En die heb ik nog geprobeerd om te reanimeren op het ritme van Stedingen Live. Maar ze konden niet op nummer komen. Dus uiteindelijk is Yesterday van de Beatles hem fataal geworden. Maar wat een rare tijd is het, hè? We kijken de hele dag Corona-TV. Dat is echt niet normaal. Jaap van Dissel, die wordt bij ons al beschouwd als een testbeeld. Kun je nagaan? Net als die vrouw met die gebaren. Irma, hoe heet ze? Irma van der Sluis. De gebarentolk des vaderlands, toch? He, hoe deze coronacrisis ook afloopt, zij verdient sowieso al een lintje, vind ik. Ook een mooi gebaar. Ik moet zeggen, het is even wennen. Het is even wennen, een vrouw waar geen geluid uit komt, maar ja. Het is leuk, het is leuk. Irma de doventolk is leuk, en we maken er thuis ook altijd een spelletje van. Want we zetten net voor de persconferentie zetten we het geluid uit. Dan gaan we raden wat ze zegt. Dat is een nieuw soort hints. Moet eens een keer proberen, is leuk. Ik heb er zelfs een gedichtje over. Een gedichtje over en het gaat als volgt. Irma de gebarentolk. De gebarentolk, de gebarentolk. Hoeder van het dove volk. Met één gebaar wijst ze ons op elk gevaar. Ik kan gewoon horen, maar ook mij kan ze bekoren. Door haar zweef ik op een roze wolk. Gebaartje hier, gebaartje daar. Kom maar, Irma, gebaar het maar. Gebaartje hier, gebaartje daar. Ga maar door, Irma, ik kom bijna klaar. Dan ga ik nu. De derde kan je aan u voorstellen. Hans Keres uit Knechtsel. Een piepklein gehuchtje tussen Veldhoven, Hapert en Schiermonnikoog. Piepklein geheugen, want we kennen allemaal het verhaal van de buschauffeur die stopte in de Knechtsel, terwijl zijn passagiers achter in de bus nog gewoon in Valkenswaard zaten. In Knechtsel is Hans Keres een held. Hij werd Brabants kampioen in 2017, vijfvoudig deelnemer bij de Keiarbeiters. Tweemaal was hij finalist. En ook ik ben helemaal fan van hem. Hans Keres, de man die naar eigen zeggen zich enorm imiteert aan de maakster van het genderneutrale kaartspel. De man die zijn vrouw Ellen beschouwt als verloren tijd. En die graag naast de Grand Prix van Zandvoort begraven zou willen worden. Hoewel die laatste twee zinnen misschien net... andersom moeten worden gezegd. Hier is Hans Keres als Wiel de Waal.
Hallo, goedemiddag sportliefhebbers. Welkom bij de biecht van de wielersport. Ik ga vandaag de biecht doen over doping, over drag. Voor degenen die mij niet kennen, de naam is Wiel de Waal. Ik ben de zoon van Frans de Waal. Een van de weinige Walen die in Vlaanderen woont. Fransen wonen er trouwens ook niet veel. Mijn vader was zeer verheugd toen ik geboren werd. Ik was nog maar juist op aarde. Hij zag mij liggen en hij zegt: amai, nou weet ik zeker dat ik 4 kinderen wil. Ik was de 5. Het is geen wonder dat hij mij ook Wil genoemd heeft dan. Hè? Ik zei gehuwd met Kay. Kay Maas. Kay is een Hollandse. Een Hollandse madame. Kay is de dochter van de fietsenmaker. Dat schept een band. Hè? Kay is een goed mens, alleen ze heeft een poep, zo zeggen wij in Vlaanderen. Hè? Zo'n poep, hè? Amai, zeg. In de wielersport wordt ooit geklaagd over zadelpijnen, maar die dat doet, dat is een Jeannette in mijn ogen. Maar als ons Kay gaat paardrijden en dat paard gaat klagen over zadelpijnen, dan kan ik dat begrijpen. Hè? Ik train meestal op de zondagmiddag, beste mensen, tenminste als ik dat mag. Op de zondagmorgen moet ik zeggen, maar als ik dat mag van ons Kay, want we hebben inmiddels een zoontje, Wiel. Wieleke junior, die heeft een waterhoofdje. Maar ja, wat wilt je als je afstamt van de familie De Waal en Maas? Hè? Die heeft een waterhoofdje, 28 inch doorsnee. 28 inch, amai zeg. Ja. Maar goed, als ik dan mag gaan koersen, dan zit ik de wekker extra vroeg. Ik weet nog, de laatste eerste paasdag, toen heb ik de wekker extra vroeg gezet. Ik denk, als onze lieve Heer is opgestaan, die een dag vieren wij, dan blijf ik niet liggen. Dus ik kruip zachtjes tegen ons Kay aan. Ik zeg, Kay, fietsen of seks? Doe maar een warm trui aan. Beste mensen, het probleem bij de koers bij de veteranen is vooral de dopingcontrole. Als je juist over de meet komt, krijg je een klein potteken uitgereikt en het is de bedoeling dat je dat potteken volplast. Nou is het niet moeilijk om dat potteken vol te plassen, het is wel moeilijk om te stoppen als het potteken vol is. Dat gaat mij niet lukken. Als je dat kunt, vind ik dat een hele prestatie. Ik sta dan ook geregeld met de dopingcontrole, met natte voeten op de dopingcontrole. En dan zeggen mijn collega's weer, amai zeg, De Waal is weer buiten zijn oevers gegaan. Ja, je hebt dat toch als je 50 geweest bent, hè. Als die laatste druppel, die valt dan toch in de broek. Hè. Ik zeg altijd, al wapperde nog zo kloek, de laatste druppel die valt in de broek. Hè. Als je 50 geweest bent. Kijk, als die druppel aan de neus hangt, kun je dat doen. Hè. Maar dat kan van Tilleke van Willeke niet. Hè. Sportliefhebbers, het is tijd voor de biecht. Ik heb ook gebruikt, ik zal u ook zeggen in welke mate dat ik gebruikt heb. Ik heb eens gekoerst in Vlaanderen. We fietsten in het peloton. Ik had mijn bidon leeg. Die heb ik bij de koeien in de wei gegooid. Een koe heeft eraan gelikt. En heeft Sander een daags een belangrijke paardenrenwedstrijd gewonnen. Je ziet het ook op de televisie. Hè. Als je een koerst door Vlaanderen, die koeien lopen mee met dat peloton. Hè. Je ziet dat op de televisie. Dat kent mekaar van de dierenarts. Allee mensen, tot zover mijn biecht. We zijn nu aan het eind gekomen. We sluiten zo meteen af met een loterij. Ik hoop dat je daar nog iets centjes voor over hebt. Het is namelijk voor het goede doel. Het is voor de psoriasis-patiënt. Het is een krasloterij. Goedemiddag allemaal. Hè. Ja, dat was Hans Keres, hè? Ook al zo'n woordkunstenaar, net als Frans Brugmans, Harry Hens en natuurlijk Aquasi. Want het is wat met die corona, al die maatregelen. Hè? Ja, we moeten 1,5 meter afstand houden, maar hier in Nederland luisteren ze geen meter, dus ja, misschien niet echt op. Waar we vorig jaar in de Groen nog hadden over je favoriete standje, vragen we nu aan elkaar, wat is jouw favoriete afstandje? Ik hoop wel dat Mark het niet erg vindt dat ik mezelf af en toe een hand geef. Want daar is wel heel veel onduidelijkheid over. Ik bedoel, zwaffelen, mag dat eigenlijk wel? Huh? En moet dat in je eigen wasbak, ook zoiets? Moet je dan ook een mondkapje op? Mark Rutte, geef eens duidelijkheid, man. De vierde kletser die ik ga aankondigen is Erik Mulder uit Maarhezen. Of zoals ze daar zeggen, Maris, Maris. He? Of zoals ze in Hezen zeggen, die nederzetting naast Valkenswaard. Of zoals ze in Valkenswaard zeggen, ja, het is maar Hezen.
maar dan onderschatten ze toch de schoonheid van Marhezen. Marhezen, bekend van de prachtige Sint-Geertrudeskerk, afvalverwerkingsbedrijf van Ganzenwinkel en natuurgebied Huchterheide. Wellicht dat Marhezen voor de kijkers wat minder bekend is van de Efteling, het Maxima Ziekenhuis en het Chassé Theater, maar ja, dat ligt ook alle drie niet in Marhezen, dus is het vrij logisch dat niemand het daarvan kent. Maar toch, iedere Tompra-liefhebber die Marhezen zegt, die denkt automatisch aan Erik Mulder, een grootheid al daar. Sinds 2006 staat hij in de ton en hij heeft een hele mooie erelijst bij elkaar geouwehoerd, waaronder 3 maal een finale plaats bij de Keiarbeiters in Helmond. Beste kijkers, hij is hier. Hij is een man van het type recht voor zijn raap, ruwe bolster en een stankerbit. Iemand die er ronduit vooruit komt dat hij voor Ajax is, iets waar de doodstraf op staat, hier in de omgeving van Eindhoven. Iemand die in bed een hekel heeft aan een standje 70. Iemand die momenteel de files veel erger mist dan het ompraten. Hij is hier in de creatie, opa van App Scheuten. Genoegen om hem aan te kondigen, Erik Mulder uit Marhezen. Hey, je moet veel drinken, hè? Klopt, maar ja, ze stoken ook kapot in het bejaardenhuis. Hey, de kachel stond vandaag op 25 graden. 25 graden! Als wij eens ooit geleefd hebben, hè? Als ze ons naar het crematorium brengen, hoeven ze ons alleen nog maar even af te bakken, hè? En als we niet kapot stoken, voeren ze wel kapot, hè? Jongen, dat eten is slecht in het ziekenhuis, van het bejaardenhuis, hè? Slecht, hè? Jongen, en zuinig dat ze zijn, zuinig. Hey, vanmiddag stond de kok bij mij, hè? Hé, van heb scheutje zit hij, hoe vond je het vlees? Zeg per toeval, jongen. Ja, ik schoof de spruitjes opzij en dan lach je, hè. Man, schijt eruit. Maar het is niet alleen kommer en kwel in bejaardenhuis. We hebben ook veel plezier, hè. Ja, ja. Hey, ze organiseren van alles, hè. Ja, merkmiddag om 2 uur is er alweer een activiteit, hè. Het aanplakbiljet hing er al, hè. Morgenmiddag om 2 uur, het Alzheimer Café. En er stond eronder, voor een onvergetelijke middag, stond eronder. Hey, en gisteravond hadden ze een reunie gehouden voor oud-bewoners. Maar dat was geen succes, nee. Nee, dat was behoorlijk coronaproef, zou ik maar zeggen. Hey, en vandaag zat mevrouw de Vries in het incontinentiezaaltje de puzzel te maken. Die maakt elke dag de puzzel uit Eindhoven's Dagblad, hè. Maar vanmorgen was er geen krant. Hey, toen heb ik ze de Playboy uit de leesmap toegeschoven, hè. Daar stonden geen puzzels in. Dat zijn kruiswoordraadsels, hè. Hoor, ze moesten nog één en ze wisten het niet, hè. Hé, hey, zit ze, kom eens, want deze weet ik niet. Zeg nou, zeg het dan. Ja, zeg ze, deze weet ik niet. Crematorium voor lesbiennes met 13 letters. Ik zeg, en dat weet jij niet? Nee, zit. Ik zeg, schrijf maar op. Pottenbakkerij. Hey, ze doet ook een handoplegging. Ja, handoplegging doet ze ook. Elke keer als ik gooi puzzelen, haar helpen, dan legt ze haar hand op mijn kruis, want dat helpt. Maar van de week was ik bij Stina Mertens gaan zitten voor een handoplegging, hè. Hey, de Vries was kwaad. En wat heet Stina Mertens waar ik niet heb? Zeg Parkinson. Oh. Hey, vroeger gingen we elke middag biljarten, hè. Maar onze biljartclub het laatste stootjes opgeven, hè. Ja, nou, wij mochten niet meer biljarten van de zuster. Nou, wij hadden geen keus, dus... Hé, hey, toen hebben we een kaartclub opgericht. Kaartclub schoppen en slaan. Hey. Zaten we vanmiddag te rikken. En ik kreeg rotzooi. En Rik is een heel mooi spelletje als je goeie kaarten kriet, hè. En ik kreeg niks. Ik zeg, ik pas. Zei, jongens, ik zou wel eens goeie kaarten willen krijgen. Een open solo slimman potje, 13 slagen alleen halen. Zit hij gewoon, dat geeft niet. Als jou dat lukt, zit hij, maar dan ga je mijn vrouw in de avond lenen. En dat had Gilles gehoord en die had de kaarten gestoken, hè. Ik kreeg 13 hartes, kreeg ik, hè. Ik zei, het gaat gebeuren. Een open solo slimman potje. Als jou dat lukt, zit hij, maar dan ga je mijn vrouw in de avond lenen.
Ik zeg die vrouw, joh, is dat die krom getrokken bakkers met een scheef ding en achter in de hoek dan? Ja, zit je, dat is onze Marie. Ik zeg dan passen. Erik Mulder was dat. Ja, ik ben zelf ook helemaal weg van zijn creaties. Kareltje van het Kamp, Bertje Boelsaai en co-piloot. Ja, Erik Mulder, wat een topper. Ja, ik heb ondertussen, ben even weg geweest trouwens, ik heb even ondertussen mijn handen gewassen, want dat moet ook tegenwoordig, heel veel je handen wassen. Ik heb de laatste maanden mijn handen zo vaak gewassen dat er vorige week zelfs een stempel van een discotheek uit 1991 tevoorschijn kwam. Ik weet overigens niet, want mag je het inmiddels ook alweer douchen trouwens, of is het nog steeds... Kan iemand mij dat zeggen? Of is het nog steeds alleen maar handen was? Ja, want het RIVM zegt dat een mondkapje en handschoenen voldoende is om te dragen. Maar ik was gisteren bij de bakker en had gewoon iedereen gewoon een trui aan en een broek. Dus ja, en een jas, maar goed. De klassen die nu aankondigen komen de best. Richard de Benes heet hij en hij is de beste van best. Richard is bode bij de gemeente Best. Dus geen postbode of voorbode, maar gewoon alleen bode. Nee, met niks ervoor. Een bode is een moeilijk woord voor een functionaris in dienst van een overheidsinstelling die belast is met verschillende logistieke werkzaamheden. Hè? Dus als je het zo uitspreekt, dan lijkt het heel wat. Richard is een zeer sportieve man. Hij is loopcoach, veldloper, hardloper, duurloper. Hè? Hoe duur, weet ik niet precies, maar dat zal allemaal meevallen, denk ik. Maar hij heeft in ieder geval geen grammetje vet, beste mensen. Met zijn typetjes neemt hij je mee op hilarische vakanties of absurde beroepen. Deze typetjes hebben de finales gehaald van het Brabants kampioenschap en al twee keer bij het Keibijtersklestenoor in de finale. Het is mij een genoegen om te mogen aankondigen wie Richard de Benes als de duivenmelker. Welkom op de workshop Duivenmelken. We gaan beginnen met het leggen van een ei. Ga allemaal maar eens op uw hand zitten. De rechtshandige op de linkerhand en de linkshandige op de rechterhand. Ja. En in eerste instantie denkt hij, is dat mijn ei? Maar als het dan warm begint te worden, denkt hij, ja, dat is hij. En zijn hand begint te tintelen, haal hem eronderuit, want hij heeft het te lang zitten broeien. Dan wil hij namelijk uitkomen. Goed, zitten we allemaal? Een duivin die eikens in liggen die op het punt staan om uit te komen, die zal tijdens de vlucht naar huis toe vliegen met de snelheid van een F-16. Voor de niet-duivenmelkers onder ons, een F-16 is een vliegtuig. Die duivin wil zo rap mogelijk naar die eikens, dat noemen ze het moederinstinct. Heeft die duif nou geen eikens liggen, dan moet ervoor zorgen dat die moeder erin stinkt. Dan valt een plastic ei, dan vrat er een levende bronvlieg in. De ei schuift onder die duif. Dan denkt die duif, hey, de ei wil uitkomen. Dus die zal tijdens de vlucht naar huis te vliegen met de snelheid van een F-16. Voor de niet-duivenmelkers onder ons, een F-16 is een vliegtuig. Maar dan moeten ze proberen een levende bronvlieg in een ei te krijgen. De hele nacht vangen, slaan, reanimeren en nog geen bronvlieg in de ei. Ik dacht, ik moet iets anders hebben, wat bromt. Nou bromt ons vrouw ook heel de dag. Maar ja, dan hadden ze een groot ei nodig. Ja, en deed die duif mee in de gaten, hè. Dan wordt het tijd om het manneke in te zetten, oftewel de doffer. En dan noemen we de vliegen met die doffers weduwschap. Voor aanvang van de vlucht zetten een doffer met een duivin in een hokje en die gaan daar zitten vuilspeulen. In het hokje dan neffen zetten ook een doffer. En die mag toekijken. Door de spijltjes. Vervolgens worden de doffers gewisseld. Dan mag die ene met die duivin in de hokje gaan zitten vuilspeulen. En dan mag een andere toekijken. Door de spijltjes. Die doffers die gaan met de vlucht. En de doffer die het eerst thuis is, dat is de boffer. Want die mag weer met die duivin in de hokje gaan zitten vuilspeulen. En die als tweede thuis komt, die mag toekijken. Door de spijltjes. En dan wordt die gewisseld. Zeker weten dat de kerels erop, je tweede, tijdens de vlucht naar huis zal vliegen met de snelheid van een F-16. Voor de niet-duivenmelkers onder ons, een F-16. Dat is vliegtuig. Ja, jullie leert al aardige duivenmelken. Dan vliegen met die doffers, dat noemen ze dus weduwschap. Dan zullen wij je afvragen, hoe komen ze aan die naam? Nou, voor de niet-duivenmelkers onder ons, je zit met je buurman in het café een potje bier te drinken en die buurman die weet niet dat jij de buurvrouw beter kent dan hij denkt. Maar dat kan ook andersom zijn. Dat jij niet weet dat een buurman jouw vrouw beter kent dan dat jij zelf denkt. En dan komt een keer onverwachts thuis en dan is de buurman aan het vuilspullen met jouw vrouw. En jij staat toe te kijken
Door de steltjes. In dit geval wordt er minimaal één vermoord, één gat achter de speltjes en die overblijft hier dan een tweede schap. Zo, we zijn weer aan het eind gekomen van de workshop duivenmelken. De volgende keer gaan we verder met de workshop muggenziften en mierenneuken. Ik ga nou naar huis, want ik moet nog gaan vuilspeulen. Maar als jullie nog iets meer te weten willen komen over de duivensport en het duivenmelken, dan kunt u terecht op internet. Dan gaat het naar www.duifke.com. Ja, dat is Wiesjart de Benes. Met Wiesjart is het altijd keihard lachen. En de man die eigenlijk ook een hekel heeft aan Jaap van Dissel. Ja, Wiesjart de Benes heeft, die denkt dat Feyenoord pas in 2045 weer opnieuw kampioen wordt. Ja, mensen, carnaval. Het gaat dit jaar niet door. En dat vind ik ook heel erg. Maar we laten ons niet kisten. Luister het motto van de twee punten niet. En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal, we vieren altijd carnaval. Klopt het niet helemaal met de realiteit bij ons, overigens, in Huize Marcelissen. Want de twee punten zongen bij ons, zat op de keukendeur, het is niet altijd rozengeur. Maar dat stond bij ons op de toiletdeur. En mijn vader schreef op het toilet, ik heb iets op de keukendeur gezet. Dat was onze humor, maar ja. Ik heb zelf wel wat hele gemeende gevoelens gehad bij carnaval. Ik heb in 1985 mijn eerste vriendin ontmoet tijdens carnaval in de Ramelingssfeer. Maar dat was maar van korte duur, want ze bleek ook de rest van het jaar heks te zijn. Het is de hoogste tijd voor Yveske van Gerven. Want we sluiten deze keer de allereerste serie af met een vrouw. Een bewuste keuze. Voordat we feministisch Nederland op ons dak krijgen. En dan willen we bij de keibijters natuurlijk geen gezeik meer krijgen. Vrouwen en de kinderen eerst, dat zeggen wij pas als we door een veld met landmijnen moeten. Toch? En Yveske is sowieso de mooiste vrouw van deze uitzending. Ruim voor Erik Mulder en Peter van der Maas, die tweede en derde zijn geëindigd. Yveske, afgelopen jaar deed ze voor het eerst mee bij de keibijters en ze kwam meteen in de finale terecht. Ze had eigenlijk moeten winnen, zo zei ze zelf. Maar ze had maar 3 supporters. En Joep de Wild, ja, die had 3 bussen. Ja, Yveske van Gerven, een vrouw die zich inmiddels al prima kan meten met legendarische grootheden als Toos van Stiphout, Kitty Goverde en Christel van den Dungen. Op de vraag wie er een schop onder onze klokhuis verdient, antwoorden ze Donald Trump. Ze is het meest tevreden over haar navelpiercing, die we zo dadelijk misschien wel te zien gaan krijgen. Dat was even afhankelijk van de positie van haar navel vandaag. Ze staat te duldelen van ongepoop. Hier is Yveske van Gerwen als Mien Billekes Jeuken. Oh, de eerste keer op Helmonds televisie. Ik voel me eigenlijk net zo'n filmster. Ik wil er me eigenlijk niet meteen al mee gaan bemoeien, maar is er wel een breedbeeldcamera? Ja? Ja, niet dat er dadelijk de helft niet opstaat, hè? Ja. Ja, dan zullen jullie thuis de helft missen, hè? Ja, het is niet de eerste keer, hè? Ik heb ook al eens een keer auditie gedaan. Voor wie is de mol? Bent niet geworden. Ik was te mollig. Ja, maar ze hebben me toen wel meteen een hoofdrol aangeboden bij een ander programma. Obese. Dat was vet, man. Oh, die rol die was men op het lijf geschreven. Dan zochten ze mensen die het eruit halen wat erin zit. Ja, bleken ze daar alleen niet de koelkast mee te bedoelen. Oh, bij de eerste aflevering moest ik al zo op zo'n weegschaal gaan staan. Oh, en die regisseur die riep al in mijn oren, dek mijn buik die in mocht houden. Ja, daar ben ik van thuis uit gewend. Mijn buik inhouden als ik op de weegschaal ga staan. Anders kan ik die cijfertjes er beneden niet lezen. Oh, 3 mannen het als een sportcoach in mijn nek lopen te hijgen. Hij had na de eerste dag al door dat ik alleen maar goed ben in bitterbal. Oh, en dan volgens die psycholoog zat die eetstoornis tussen mijn oren. Die zit niet tussen mijn oren. Die zit tussen mijn neus en mijn knieën. Ja, maar na 3 mannen geleefd te hebben op een dieet waar menig konijn jaloers op ze zijn geweest, hè? Hij, ik zonneplat een buik, hè?
Zo plat, net als mijn dialect. Ja, ik had een legendarisch figuur. Ja, toen kwam de coronacrisis. Ja, sindsdien begint die legende zich een eigen een beetje te verspreiden. Ja, mijn wespentaaier die verandert langzamerhand in hommelheupen. Ja, eigenlijk ben ik de routekaart van corona. De routekaart. Kijk, als je gaat bekijken vanaf hier, is alles nog normaal. Toch? Redelijk. En dan hier begint die eerste golf, hè. En die eerste golf die is kort maar heftig. Maar in die eerste golf zit wel een duidelijke piek. En toen ging het vrij snel bergafwaarts. En toen dachten ze dat ze in Helmond een vaccin gevonden hadden. Maar dat werkte niet. En toen kwam als een tsunami die tweede golf. En die tweede golf, die duurt en die duurt en die duurt en die blijft duren. Eigenlijk zitten we daar nog middenin. En daarom ben ik zo bang voor die derde golf. Want ik voel hem al aankomen. Ik voel hem al aankomen. En dat is de Engelse variant, dus die zit aan de andere kant. Oh, maar de coronakilo's die vliegen om mijn oren, mensen. En sinds kort noemt ons een Harry, hè, die noemt men ook niet meer zijn duifje. Maar zijn een kilo knaller. Ja, en als wij nou samen in bed liggen, dan speulen wij alleen nog maar Mikado. Wie het eerst beweegt is af. Ja mensen, en bewegen, dan gaan wij deze carnaval ook niet doen. Helaas. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Ik zie het. Binnenkort mogen wij weer knuffelen, kussen, vrije koelen met degene waar we dat het liefst mee zullen doen. En tot die tijd zullen we dat moeten doen met uw eigen echtgenoot. Dat was Iveke. Iveke van Gerven. We zijn blij met Iveke. Ze is lief en ze is heel erg goed. Ja, beste kijkers, dat was het dan. He? Anders dan anders, maar ja. Het is niet anders. We hebben allemaal een kutjaar achter de rug, behalve René Leblanc. Corona blijkt nu het enige middel om het lachvirus te stoppen. Maar zal het lachvirus nooit helemaal verslaan? Daar gaan wij Tom Prater voor zorgen. En mijn vuistregel in het leven is, stel jezelf twee vragen. 1. Wat zou Jezus doen? En 2. Wat zou Willem Holleder doen en neem daar het gemiddelde van. Dat werkt altijd. Maar wij komen terug, wij komen terug. Het 58e Keihardse kletstoernooi, dat gaat er echt wel komen. Hopelijk voor het jaar al. En tot die tijd, beste mensen, blijf negatief. En onthoud, alleen samen kunnen we Femke Louise verslaan. Fijne kerel.